Op Facebook wordt massaal steun betuigd aan de nabestaanden van huisarts Tromp in Tuitjehorn. De arts pleegde onlangs zelfmoord nadat hij geschorst was vanwege zijn handelwijze bij de euthanasie van een patiënt. Het is niet duidelijk wie de Facebookpagina heeft opgezet, maar er zijn al duizenden steunbetuigingen binnengekomen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn gisteravond 2 volwassenen en 3 kinderen naar het ziekenhuis gebracht vanwege koolmonoxidevergiftiging. Het trof een woning in de Zuchtelen van de Harenstraat. Een kapotte gijzer was de oorzaak. Bijna 90% van de busreizigers op Texel is tegen een proef met belbussen. Dat blijkt uit een enquête die statenleden van de SP hebben gehouden onder passagiers. De provincie wil komend voorjaar een proef doen met de belbus. De bestaande buslijn 29 wordt dan opgeheven. Maar de Tesselaars zitten niet op de belbus te wachten. Vooral omdat ze dan een uur van tevoren moeten bellen als ze met de bus willen. Schotse fans van de voetbalclub Celtic zijn woedend op de Amsterdamse politie. Dat meldt het AD. De Schotten zeggen dat ze door agenten in Burger zijn vernederd en afgetuigd na de wedstrijd tegen Ajax vorige week woensdag. 8 agenten raakten toen gewond. 18 Celtic hooligans werden gearresteerd. De supporters hebben een advocaat ingeschakeld. Die zegt dat er voldoende filmpjes zijn gemaakt met mobiele telefoons die bewijzen dat de politie zijn boekje te buiten ging. De tyfoon Haiyan heeft ook verwoestingen aangericht in de Haarlemmermeerse zusterstad Cebu op de Filipijnen. De gemeente stelt daarom €50.000 ter beschikking voor noodhulp. Ook is de gemeente bereid een inzamelingsactie vanuit de bevolking te verdubbelen tot een maximum van €50.000.